kijken. En dit keer wil ik een korte blik werpen op de uitbreiding Lancelot voor het spel The Resistance Avalon. Het spel kan gespeeld worden met 5 tot 10 spelers en je bent er ongeveer een half uurtje mee zoet. En in dit spel zijn de spelers verdeeld in 2 teams en proberen zij quests te voltooien voor een team, want het eerste team wat 3 quests voltooit is uiteindelijk de winnaar. Het is een klassieke traitor game waarbij de slechterikken weten van elkaar wie ze zijn en de goeierikken voor een groot gedeelte in het duister tasten en proberen gaandeweg erachter te komen wie de verraders in hun midden zijn. Lancelot is een promo expansion die je toe kan voegen aan het spel en ik zal kort eventjes uitleggen wat deze expansion doet. En terwijl ik bezig ben, pak ik ook gelijk de Excalibur promo even mee. Dus laten we gelijk maar gaan kijken naar de regels omtrent Lancelot. Bij de Lancelot promo krijg je een goede Lancelot, een loyal servant of Arthur, en je krijgt de slechte Lancelot, een minion of Mordred. Als je met de Lancelot uitbreiding speelt, gaan beide Lancelots in het karakterdek wat je uitdeelt aan de spelers. En de een vervangt een goed karakter en de ander vervangt een slecht karakter. Daarnaast heb je de loyalty kaarten waarop soms niks staat en soms een loyalty switch. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar de kaarten worden gewoon verdeeld. Dus er komt één speler die de goede Lancelot is en één speler die de slechte Lancelot is. Die spelregels zijn hetzelfde als in het basisspel. Het enige verschil is, als de slechterikken de ogen open doen om elkaar aan te kijken, mag de slechte Lancelot dat niet doen. Dus die weet niet wie zijn medespelers zijn in het rode team. Maar hij steekt wel zijn duim op, zodat andere rode spelers weten wie de bad Lancelot is. Dan ga je een loyalty deck samenstellen, wat bestaat uit 3 no change kaarten en 2 change kaarten. En die schud je en die leg je binnen handbereik op de tafel. En dan ga je het spel gewoon spelen zoals je het normaal ook speelt. Maar aan het begin van de derde quest, de derde ronde, gaat er een kaart opengedraaid worden door de huidige leider. En is dat een loyalty change. Vanaf dat moment is de speler die de slechte Lancelot heeft, die wordt een goeierik. En degene die een goede Lancelot is, die wordt een slechterik. En dat betekent dus ook dat als jij dus aan het begin van het spel voor team blauw bent, je bent de goede Lancelot en deze kaart komt naar voren, dan ben je vanaf dat moment, vanaf ronde 3, ben jij voor team rood en kun je dus ook alleen winnen als je als team rood wint. En hetzelfde geldt voor de rode Lancelot, die wordt nu voor team blauw, dus letterlijk switchen van loyaliteit. Maar het kan ook zo zijn dat er 3 keer een blanco wordt getrokken of dat er helemaal dat er 2 keer een loyalty switch komt en dan is iedereen weer terug bij zijn begin loyaliteit. Dus dat is wat het Lancelot karakter doet. En dan zijn er nog een paar andere varianten mogelijk. Ik zal een linkje ook onder het filmpje plaatsen. Maar dat is wat deze Lancelot mini expansion toevoegt. Dan wil ik nog even een blik werpen op Excalibur. Excalibur is natuurlijk het zwaard van koning Arthur. En dat is een machtig object wat elke ronde uitgedeeld wordt aan 1 speler door de huidige koning. Het wordt gegeven aan 1 van de spelers die meegaat op de quest. En hij mag daarbij nooit zichzelf kiezen om Excalibur te nemen. Maar als de koning bijvoorbeeld een speler kiest, Lancelot in dit voorbeeld, dat weet je natuurlijk niet, want alle loyaliteitskaarten liggen gesloten. Maar voor het voorbeeld leg ik hem even open. Lancelot mag mee op quest en Lancelot krijgt ook Excalibur. Wat er dan gebeurt is, natuurlijk de gebruikelijke stemming, vinden we het een goed idee dat Lancelot meegaat of dat deze samenstelling de quest gaat doen, bla bla bla. Maar laten we zeggen dat iedereen ervoor stemt, of in ieder geval de meerderheid voorstemt dat deze spelers de quest mogen gaan doen. Dan krijgen alle spelers zoals gebruikelijk een setje stemkaarten, dus een succes en een faalstem. En je stemt gewoon zoals gewoonlijk. Ben je een blauwe speler, mag je alleen maar voor de successtem kiezen. Ben je een rode speler, dan mag je dus kiezen. En nadat iedereen een keuze heeft gemaakt, dan leg je die dus voor je neer. Dit is mijn keuze. En daaronder leg je bijvoorbeeld je afvalkaart, de kaart die je niet gaat gebruiken. Voordat de stemkaarten die gekozen zijn naar de koning gaan,
Mag Lancelot, middels Excalibur, bij een van de spelers die meegaat op quest, de twee kaarten omdraaien. Dus die mag zeggen van, ik wissel jouw stem om. En Lancelot mag daarnaast ook nog een keer kijken wat de originele stem was van die speler. Dus hij heeft de kennis van wat er origineel door die speler gestemd is. En daarna gaan de stemkaarten gewoon naar de koning geschud en ze worden opengelegd zoals standaard. Dus een leuke toevoeging aan het spel die ervoor net weer wat meer diepgang en puzzels zorgt. Omdat er dus nog onderling geswitcht kan worden en daar zullen mensen ook op willen anticiperen. Maar dat is de Excalibur uitbreiding. Lancelot en Excalibur zijn twee leuke uitbreidingen die eenvoudig toe te voegen zijn aan het basisspel en weer een nieuwe laag van uitdaging toevoegen. Want tijdens het spel kunnen er dingen veranderen en dat maakt het soms lastig, of in ieder geval lastiger, om te anticiperen welk team bestaat uit welke spelers. Maar dat maakt het ook soms voor de bad guys lastiger, want als Lancelot opeens van loyaliteit wisselt, hebben zij geen idee wie hun nieuwe medespeler is, omdat ze die gewoon niet kennen. Dus dat is weer een leuk element waarbij je nieuwe uitdagingen in het spel brengt op een relatief eenvoudige manier. En ook Excalibur is een bijzondere kaart. Ik speel er zelf eigenlijk niet zoveel mee, omdat ik het best wel heel sterk vind dat je zowel iemands stem kan omwisselen als dat je weet wat die origineel gestemd heeft. Bij groepen die dit spel veel gespeeld hebben en elkaar goed kennen, dan kan dat absoluut een leuke toevoeging zijn, omdat dat weer die onzekerheid erin brengt en mensen gaan daarop anticiperen. Maar aan de andere kant, speel je het nog niet zoveel, dan is dit misschien net even wat te zwaar en ondermijnt het misschien het basisprincipe van het spel. Afijn, het mooie ervan is dat je zelf kan bepalen of je ze wel of niet toevoegt. En zodoende dus ook de complexiteit van Avalon kan aanpassen naar je eigen smaak. En dit zijn gewoon twee leuke opties die je kunt toevoegen met relatief eenvoudige regels. Waardoor je toch weer wat nieuwe, frisse wind door het spel blaast. En misschien weer toch net even de uitdaging terugkrijgt die je misschien kwijt was. Wat mij betreft prima toevoegingen aan het basisspel. Wat in mijn ogen al zeer plezant is om te spelen. Spellenzolder.